Yo, dag kijkers en welkom bij deze gloednieuwe video. Ik ben even een keer aan het kijken hoe dat met mijn veld is. Ik denk dat we volgende week deze veld gaan oosten. Ja, en je moet de ploeg doen om kruid te hebben. Maar ik kijk naar mijn ander veld. Ik ben even aan het kijken voor een contractje. Ja, maar dat ga ik straks doen. Contractwerk. Dus ik ga even naar de velden kijken, maar ik heb een contract in mijn gedachten. Dat ik wel doen. Maar ja. Ik heb er eerst een beetje het geld voor nodig. Dus ja, ik ga even voor kijken. Ik ben misschien van plan om een contract te doen voor 13.000 euro. Oké, dit moet ook lukken. Maar ik denk dat ik een contract ga doen van dit contract 13.000 euro. Dus ik ga de artikelen lenen. Boom. Is het verstandig? I don't fucking know. Oké, misschien maak ik niet goed, maar ja, ik heb het toch gedaan. Maar ja, we gaan proberen dit contract in deze video af te werken. Oké, dit werkt nu al niet meer. Oh my. Ja, ik ga dat wel even op arbeider zetten. Oké, laten we even de vrachtwagen nemen. Voor dit aan te koppelen, maar als in deze M&M kan dat aankoppelen. Deze pack is fantastisch groot. Dus ja. Ja, ik kan hem aankoppelen, dus. Nu moeten we hem even achter deze case haaien. Voilà. Ja, ik ga dan even naar het veld gaan. Met deze combine, die veel te groot is. Dus ik zie jullie later als ik bij het veld ben. Boys. We hebben al een stukje van het veld gedaan. We hebben hier zijn we begonnen. Dan gaan we zo en zo. En nu zijn we hier. En we zijn nu al 100% vol. Dus we moeten even de vrachtwagen halen. Ja. Dit gaat een hele lastige opgave om te doen. Maar ja, het moet toch gebeuren. Dus ja, gelukkig moet je niet altijd alles zien wat ik wil doen. Maar ik ga denk dat ik toch wel een goed uurtje ga daar zitten. Maar ja, het is toch bezigheidstherapie in deze quarantaine. Maar ja. We kunnen ongeveer 4 bakken van de combine in deze vrachtwagen krijgen. Dus ongeveer 3 keer. Want in die bak van de combine kan er 14. 1000 liter in. Dus als dat wel. Wow, zo box ik zie het in. We gaan even nog passeren langs ons veld. Oh my god, dit is gewoon niet goed. Dit is geen goed begin voor de. Ja, voor dit allemaal. Maar ik denk. Ik heb wel een keer zin om een nieuwe story mode te maken. Ik denk dat dat eigenlijk de volgende aflevering zal zijn. Ga ik een nieuwe story mode hebben. Een beetje realistischer. Dat we echt met letterlijk met niets beginnen. Met nul dingen. Nul. Lopen nul. Dan moeten we ons land kopen. Ik vind dat eerlijk gezegd een beetje leuker. Kan je een beetje met kleinere machines werken. Vind ik altijd leuk om een beetje met kleine machines te werken en zo opbouwen. Dus dit wordt een van de laatste afleveringen van deze story mode. Ik vind het jammer, maar ja, ik heb zin in iets anders. Het leeg ook aan het meer terug. Maar ja, boys. Dit is een serieus veld. Voor zo een beetje de laatste aflevering van deze story mode. Ik parkeer deze vrachtwagen hier.
Dus ja. Ik zie jullie wanneer de vrachtwagen vol is. Tot straks. Boys. Namelijk, deze vrachtwagen zit na deze lading vol. Dus ja. Oh, ik reed te snel. Dus misschien moet ik doen. Met al het geld dat we nu nog verdienen op deze server, dus na dit. Hey, wat doe je? Dat we gaan gebruiken. Oké, okay, die zit vol. In de volgende serie, story mode serie. Is dat een idee? Dat zit in de 15.000. Kan wel misschien een beetje beginnen met het tractortje. Moet nog een paar mods installeren, maar wordt allemaal in orde. Gaat allemaal in orde komen. De story mode serie gaat een leuke serie worden. Gaan veel doen. Ga maar 2 of 3 keer in de week toekomen. Misschien ga ik ook nog de woensdag ermee bij betrekken. Dus het een beetje leuker vind ik. Ik ook een beetje meer doen. Maar ja. Het is een gedachte maar hè. Het is nog niet allemaal zeker. Maar ja, ik heb er al sinds wel zin in hoor. Ik heb er zin in die story mode serie. We gaan veel doen. We gaan ook bosbouw proberen te doen. Zo. Maar we gaan dit even weg doen. Ik denk dat we nu ongeveer al 50% zitten. Van deze MAM heeft een beetje een afwijking. Ofwel is het gewoon meegedacht. Zo kunnen. Maar we gaan het even wegleggen. Deze baantjes zijn echt krap. Maar ja, dat is nou leuker aan. En dan moeten we het hier afleveren. Oh, meneer, meneer. Dan, dankzij die meneer kon ik mijn bocht niet meer doen. Dus we gaan het even verkopen. Oh man, die graantank is nu al vol. Oké, kijk, we zijn ja, bijna 50%. Dat is nog niet veel, hè. Nog veel, hè. Oh. Pas op voor de muur. Ja, prima, prima. Dus, we zitten nu van het transport, maar van het veld zitten we aan 44%. Dat is nice, dus we hebben ongeveer 3 trailers nodig, hè. 3 trailers voor. Nou, sorry voor die andere mensen met van deze velden. We gaan er even over rijden. Dan gaan we even nog de tank bevelen. Deze vrachtwagen gaan we bevelen. Maar ja, deze velden zijn heel groot. En ja, dat heb je wel. Oeh, sinds we hier staan, die palen. Hacken. Dat is heel irritant. Maar ik ga ook zo doen dat we met andere mensen kunnen helpen. Nee, ofwel niet, ik weet het eigenlijk niet. Ik denk eerlijk gezegd van niet, omdat dat lastig zou zijn. Want dan moet je ook zo materiaal komen voor de andere mensen. En dat kost ook geld. Maar hey, we hebben al redelijk wat gedaan. Kijk. Dit hebben we allemaal gedaan. Heel mooi. Dit moet je nog doen. Dus het gaat redelijk vlot. Laten we die niet meer op arbeider zetten. Die mag op benzine zuipen. Voilà, en nu gaan we weer naar de combine. En ik zie je later als ik al ja, bijna gedaan heb met dit veld. Dus ik zie je
tot straks. Boys. Ik heb net gedaan met het veld, maar we moeten nog het graan binnenbrengen. Daardoor krijgen we een beetje meer geld bij. Maar ja, we zijn nu 80% van het graan binnen te brengen. En we gaan het zien. Maar ik denk voor de volgende story mode, na volgende week, dat we met 100.000 euro beginnen. Dat is echt niet veel. Dus we gaan het daar proberen mee doen om een hele grote boerderij op te bouwen. Huh? Ik heb er wel zin in. Mijn kleine trekkers echt hele kleine trekkertjes te winnen. Dat is toch altijd leuk zo met kleine dingetjes bezig zijn. Ik denk dat we eerst zo'n beetje gaan bezig zijn met gras. Daarvan silageballen maken. Denk ik, ja. Hoeveel kost zo'n ballen inpakken eigenlijk? In deze game. Ballen technieken. 50.000. Yo. Dat is wel veel. Dat is wel veel. Ja, maar we gaan dus daar proberen mee bezig te houden. Tot nu toe, het verloopt allemaal goed, dus we gaan even dit herst wennen. Dus waarschijnlijk gaan we ook soms voor andere mensen werken om ook extra geld te verdienen. Soms komen er ook personages bij om die we bijvoorbeeld geld moeten hebben ofzo. Of dat we dingen van hun mogen gebruiken. Dus hier los zo, so I don't know. Dit vind ik altijd mega mooi om zo dat deze uitkiepert. Kieshot. Plus 13.000 euro. En dan kan ik nog dit verzamelen. Dan hebben we toch wel wat geld bijverdiend. Dus ik ga deze video afsluiten voor vandaag. Dus ja, de volgende video. Het wordt een nieuwe story mode. Ja. Het gaat een anders. Het gaat een hele leuke story mode worden, kan ik je zeggen. Heel leuk. Dus boys, ik wil bedanken om deze video te kijken. Tot de